Hallo! Het is weer even geleden op mijn YouTube-kanaal, maar we hebben weer een leuke trip op de planning staan. We gaan namelijk naar Londen en dit keer met een heel speciaal gezelschap, namelijk deze frummel. Die ligt lekker te slapen, dat is echt het beste gevoel ever, dat ze in de draagzak ligt te slapen. Ja, Nicky moet mee, want die konden we niet thuis laten. Het is een beetje lullig als we hem thuis hadden gelaten. Dus die mag ook mee. En dan hebben we de star guests, mijn moeder en mijn vader. Die gaan ook gezellig mee dus. Die zijn nog nooit in Londen geweest, dus tour guide Mattia gaat jullie en de rest meenemen in Londen. Het woord deze vlog. We zijn op weg naar Engeland en Londen. We gaan eerst een tussenstop maken in Brussel. Ja. Anita ligt dag te slapen. Oh nee, ze ligt te slapen. En wie is er nog meer bij? Olivia. Die ligt ook te slapen. Nicky. En Mattia. Oké. We gaan met de trein, hè? We gaan met de trein. Door de tunnel. We zijn in Londen! Je ziet alleen helemaal niks. Oh, daar zie je een dubbeldekker. En Olivia is ook mee! In Londen! Joehoe! We zijn aangekomen en Olivia is lekker auto's aan het kijken en mensen aan het uitzwaaien. Hij staat zingen. En zingen. Ze is helemaal in het element. Op de achtergrond St. Pancras Station. En wij zijn lekker. Ergens wat eten. Ben jij een klein hapje? Een soort 12 uurtje. Eerst in de metro. Ouders zitten daar. Nicky daar. Olivia, je vindt het een herrie hier. The next station is Barrack. When you see something that looks unusual, speak to a member of staff or text British Transport Police on. Ja, hier zit denk ik copyrighted music wordt er gedraaid, dus we gaan niet te lang filmen, maar we zitten bij het restaurant van de eerste avond, Happy. Maar ik wil niet aardappels erbij. Nee, jij krijgt geen hashbrowns. Hallo, goedemorgen. Het is de tweede dag. Ik lijk wel geel, maar dat komt denk ik door de gigantische sterren hier. We zijn in een heel leuk. Nou, het is denk ik een soort pub. Maar ze hebben hier dus ook ontbijt. Dus we gaan het onder Engelse ontbijten. Wil je wat vertellen aan de vlog? Of, Nou, hier we are in de Great London. As you see a very nice eettentje. Jij zit ook echt voor een bloemenmuur, dus je wordt niet echt serieus genomen. Ik zit hier. Ik zit hier. Hoe noem je dat? Ik ben een bloemetje thuis. Dat zeg je niet, hè? Nee. Ik voel me vandaag heel fleurig. Nee, voor de rest heb ik eigenlijk niks nuttigs te zeggen. Ontvang. Oh, hij doet het nu pas. Het ontbijt is er. We hebben de good girls en de bad boy. Ik kan mandarijnen voor haar pakken. Kan. Dat kan. Wat is dat? Lijkt wel larven. We zijn op een markt, de Borough Market. En het ziet er heel leuk uit hier. Zoals je ziet. We zijn begonnen aan onze wandelroute van vandaag en we gaan van de London Bridge naar de Tower Bridge lopen. Het is niet heel ver hoor. En we hebben dit pareltje van een, ja, een locatie gevonden. Het lijkt een soort ouderwetse treinstation of zo. Heel mooi. Kijk echt onze ogen uit. Denk het. Thank you.
We zijn op de Tower Bridge. Die kun je natuurlijk niet overslaan als je in Londen bent. Tada! Mijn moeder is rood, die heeft de wagen. Het is ook wel leuk, Olivia's eerste keer in Londen. Ze maakt er heel veel van mee. Ligt bij alle dingen die we kunnen zien, ligt ze te slapen. Ja. Lekker. Maar ze was erbij. Wij zeggen relaxe stad Londen. Ja, kindvriendelijk. Hier hebben we de Tower of London. Wat doe jij, pap? De Tower of London is gebouwd in 1066, echt lang geleden. Deze is gebouwd in 1993. We waren net bij Harrods. Ben ik vergeten te vloggen. Maar we hebben iets gekocht. Niks buiten binnen ons budget, maar wel de kinderboeken. Dus we hebben een leuk boekje van Londen. We zitten in een taxi, want dat wilden we ook eens even meemaken. Want de taxis hier zijn zo schattig. Nou, dus we zitten gewoon met z'n drieën. Dit is gewoon het rijke gedeelte. Vieren. En Olivia zit ook in de taxi. Past gewoon in deze taxis hier. Ja, de minis. Op die rijke slijm. We zitten in de Sky Garden. Oh, we moeten even bestellen. Als je hier achter ons kijkt, zie je het uitzicht. Dit is dus het restaurant dat ik van tevoren had gereserveerd. Ja, yeah, we already started. Thank you. We zitten hier, gaan lekker hier eten. Ja. We hadden dus van tevoren gereserveerd. We konden de lijn schippen daardoor. En we kunnen hier heerlijk uitgebreid eten. Het is een prachtig view, want het wordt net donker. En je ziet dus al de lampjes. We zitten op de 36e verdieping. Maar ik zal zo nog eventjes filmen als we het uitzicht gaan bekijken. Dit is het uitzicht van de Sky Garden. Daar zie je de London Eye. En daar zie je de Tower Bridge. En daar zie je ook een groot gebouw aan de overkant. Ik zou nog even het appartement laten zien, want Londen staat toch altijd wel bekend. Ik heb altijd in Londen gezeten in mini-appartementjes of hotelkamers. Nu hadden we een suite en ik dacht, ik had me er niet veel van voorgesteld. Het was in ieder geval 2 slaapkamers, 2 badkamers. Ik denk, oh, dat is handig. Nou, ik ga je even het laten zien. Dit is waar je binnenkomt. Hier is de deur en dan kom je zo hier binnen. Hier hebben we dan ruimte voor de kinderwagen. Ruimte. Nou, dan kom je hier. Dat is dan het halletje. En dan hebben we hier de eerste badkamer met een bad. Dan hebben we hier de eerste slaapkamer met uitzicht. Dit is het uitzicht. Nou, concrete jungle uitzicht. Nou, dan gaan we even hierheen. Spiegel in de gang. Hallo. Dit is de master bedroom. Olivia, hier zit dus het tweede bed. Daar ligt Olivia te slapen. Dus die ga ik even niet laten zien. Ander uitzicht op een station. Oh nee, dat is een dierenasiel. Er wordt ook heel veel bijgebouwd in deze plek. Nou, nog een spiegel. En dan hebben we nog een woonkamer. Hier zit met 2 banken. Hallo. En een televisie. Nou, 3 grote ramen en een grote keuken. Met wasmachine ook. En dit is dan weer de andere uitzicht vanaf de andere kant. Echt zo groot. Ik heb nog nooit in zo'n groot hotelkamer gezeten.
Oh ja, er zit ook nog een balkon hier. Nutje, balkonnetje. Nou, dat doe ik niet op. Ik heb er geen zin in, maar. Nee. Ik denk, waar is papa nou? Ja, die was er al. We zijn op het moment in de metro. Gaan we echt overal mee naartoe. En we moeten steeds zoeken naar eentje met waar lift is, omdat dan anders de kinderwagen niet mee kan. Dus het is soms een beetje een puzzel, maar het lukt. We zijn weer compleet. We gaan vandaag weer sightseeing doen. Ja, hè? We zijn aangekomen bij daar de London Eye. En hier aan de linkerzijde de Big Ben. Aan de andere kant gaan lopen. Ja, het is hier gelukkig helemaal niet druk. Kijk, hier is de Big Ben met de prachtige klok. Ik moet eerlijk zeggen, op camera is hij minder indrukwekkend dan in het echt. We zijn in de grootste speelwinkel van Londen. Is het leuk, Olivia? Ja, hè? Oh ja, lekker. Dat is goed voor de winst. Ja, dat is goed voor de winst. Ja, dat is toch al ziek, dus maakt niet uit. We zitten in de metro. Dus het ding in het appartement weer. We zitten met z'n tweeën bij het eten. Want we hebben vandaag afgewisseld. Mijn ouders zijn eerst eventjes met z'n tweeën. Oh, hallo! Zwarte pizza, wat een gentleman ik ben dan, hè? Ja, echt heel lief. En we zitten dus aan de bar en dan kunnen we de keuken in kijken. En deze liggen dus voor onze neus. Daar liggen de oesterhoeken. En ja, ik vind het eigenlijk heel leuk, maar ik dacht, ik wil wel even vastleggen. Nee. Ja? Dus dit is het voorgerecht. Ik heb twee oesters. En Nicky gaat voor een lekker vleesplateau hier bij de seafood. Ja, maar ja. Nee, hoor, wat hebben we nou het meeste gezien? Ja, de meeste bestellingen bevatten een hamburger. Ja, dus klopt, ik ben niet de enige. Nou ja, eet smakelijk zou ik zeggen. En dan om een uur of vier moeten we richting het station gaan. Om 6 uur vertrekken we.
Ja, we zaten nog te denken misschien eerder te... Maar ja, weet je, die paar uur eerder maakt ook niet meer uit. En ze is nu toch al ziek. Nou, ze heeft, zal ik zeggen, een gek hoesje. Dus morgen meteen naar de huisarts ermee. Maar ja, ze is wel gewoon vrolijk, gelukkig. Redelijk vrolijk. Elephant and Castle. Vind je niet leuk dingen filmen? Have you been up here before? In London. Now the hospital. No. Ik heb de rugzak. Ja, die hadden we aangemaakt. Alles soort van goed. We mogen in ieder geval naar huis. Dus wij gaan even iets eten halen en dan gaan we richting huis.